Wow, dus de Velma-apocalypse. Kanyaku no densetsu no story desu. Nanto, kanyaku no densetsu. Ik ben misschien vergeten te zeggen dat ik op de natuurkundebijeenkomst vorig jaar een soort van populair werd. Wauw, dat is zo cool, Velma. Ze vinden je geweldig hier. Je hebt het gemaakt. Daphne, waarom draag je je jas verkeerd om? Mijn borst werd koud en mijn rug warm. Ik noem het een dwarsjas. Velma! Aki! Ah, natuurkundepartners hebben een onderlinge band die nooit verbroken kan worden. Aki, dit zijn mijn vrienden. Segoy, zo cool. Wat heb jij een gave stijl. Oh, dank je. Huh? Dwarsjas? Neem het niet te letterlijk, Daphne. Volgens mij is ze gewoon beleefd. Dwarsjas. Toe, u kunt niet gaan. Wie maakt dan mijn badhuis schoon? Het is hier vervloekt. Ik stop. Pas op, Kanyaku. Is dat dan hier de cultuur? Ik denk het niet. Wat is een kanyaku? Het is een eeuwenoud mysterie. Mysterie? Wat voor mysterie? Eén die onopgelost is. Al 700 jaar. Met respect, agent Hiroshi. Kanyaku is een suf kindersprookje. Wacht eens. Jullie hebben een onopgelost mysterie voor de afgelopen 700 jaar? Ja. Volgens de legende was er een arme kok die verliefd werd op een mooie prinses. Wacht, ik ken die legende. De kok smeekte de geest van de zee om een geschenk waarmee hij het hart van de prinses kon veroveren. Het beste recept ter wereld. Hij ontving het op een gouden perkament. En de geest van de zee vertelde hem dat als hij het gerecht juist bereidde, de prinses verliefd op hem zou worden. Maar als hij het recept niet zou volgen zoals stond beschreven, zou hij voor altijd vervloekt zijn. Die nacht braken er dieven in en stalen het perkament voordat hij het gerecht afvat. Zonder het recept wist de kok het laatste ingrediënt niet en kon hij het gerecht nooit voltooien. Dus de geest van de zee veranderde hem in kanyaku, het krabmonster. Hij zou voor altijd vervloekt zijn. Wauw, dat is het eerste monster dat we kunnen eten. Ja, krab.